Matthijs Manders, directeur Eredivisie. De eerste editie van Walking Football voor jou. Wat betekent zo'n dag? Ja, voor mij is het de eerste keer. Het is de vierde keer dat het evenement plaatsvindt. Nou ja, ik vind het fantastisch. Je ziet veel oude grote namen uit het Nederlandse voetbal die hier samenkomen. En iedere club die vertegenwoordigd is. Alle clubs uit de Eredivisie. Het is ons kent ons. Het is, lijkt wel een grote reunie. Het is jammer dat het slecht weer is. Maar volgens mij heeft iedereen er erg veel zin in. Nieuwe directeur Eredivisie. Hoe bevalt dat tot dusver? Ja, erg goed. Net begonnen. Hè? Dus rondgang langs clubs gedaan. Eerste vergaderingen achter de rug. Ja, we vinden allemaal dat de Eredivisie een ijzersterk merk is. Dus we moeten eens kijken hoe we dat merk verder op de kaart kunnen zetten. Ja, want ik zag al een soort van doelstelling voorbij komen. Inderdaad, de Eredivisie op de kaart zetten. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, goed. Kijk, dat is een hele algemene vraag waar ik een heel lang antwoord op kan geven. Daar zijn we een businessplan voor aan het schrijven. Het liefst een kort antwoord. Ja, dat is lastig. Kijk, de Eredivisie is een hele spannende competitie. Met een verrassende kampioen op het einde van de rit. We weten vaak in de 33e ronde nog niet wie de kampioen wordt en wie er degradeert. We hebben veel goals, we hebben volle stadions. Dus het is een aantrekkelijke competitie. Grote namen die in onze competitie actief zijn. Dus in Nederland is het een heel sterke naam, zeg maar. Maar we moeten ook zorgen dat in het buitenland uiteindelijk iedereen de Eredivisie kent. Net zoals ze de Premier League kennen en La Liga en de Bundesliga. Dus ja, daar ligt nog wel een weg open voor ons. Ja. Maar hoe reëel is dat dan? Nou ja, kijk om je heen. Gisteren zijn de Nederlandse clubs wel actief geweest in Europa. We doen het gewoon hartstikke goed en dat gaat in het voetbal op en neer. We zijn er in Nederland erg goed in om het voetbal altijd een beetje de put in te praten, om negatief te zijn. Ik denk dat wij het op dit moment als Nederlands voetbal erg goed doen. En het is een beetje opportunistisch allemaal. Hè. Als het goed gaat dan moeten we minimaal wereldkampioen worden. Als het minder goed gaat dan zijn we het slechtste land van de wereld zo'n beetje. Fit men. Nou, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. We leiden goed op in Nederland. En we staan er gewoon goed op. Dus ik denk dat internationaal echt voor ons serieus kansen zijn. Ja, want wat betekent inderdaad dat succes nu van de Nederlandse clubs? Wat betekent dat volgens jou, zeg maar, naar buiten toe? Er wordt altijd gezegd van ja, dat is goed voor het Nederlands voetbal. Maar hoezo dan? Natuurlijk, dat is hartstikke belangrijk. Kijk, als jij op het hoogste podium goed presteert, dan krijg je meer landen die interesse gaan tonen in de clubs. Die gaan clubs volgen. Die gaan uiteindelijk als de clubs volgen ook een competitie volgen. Alle goede resultaten internationaal helpen. Vorig jaar hebben we Ajax gehad, halve finale Champions League. Dus uit de hele wereld komen er aanvragen om de wedstrijden van Ajax te bekijken. Dus dat is uiteindelijk goed voor de hele Eredivisie. Want hoe meer kijkers, waar ook ter wereld, dat helpt ons te stijgen op de ladder. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!